Er zijn twee pijlers waar die film op rust. Dat is de blinde man die loten verkoopt. En die het geluk verkoopt en die de hoop verkoopt aan mensen. Dame uno para el viernes, hija. Uno para el viernes, ¿de qué número quiere? El que tú me des. Uno que vaya a tocar, ¿no? En de tweede pijler is de blind zijn. Wat is het om zonder zicht door het leven te gaan? Als je bedenkt dat de ziende mens in het romantische mensideaal altijd zegt, de ogen zijn de spiegels van de ziel. Nou, dat duidt op zoiets essentieels, dat het ook iets heel essentieels moet zijn als je die spiegels er niet zijn, als je dus niet iets kunt zien. Als mens van wie kijken het beroep is, in mijn geval, gaat daar natuurlijk een fascinatie van uit. Dus ik heb ook veel gesprekken met die mensen, die me voortdurend proberen te vertellen wat je eigenlijk niet kunt vertellen. Namelijk, wat is het om zonder zicht door het leven te gaan? Antonio, tú ves la oscuridad? Yo siento la oscuridad, verla no la veo. Porque no veo nada. Yo verla no la veo, la oscuridad, pero la siento. ¿Y cómo lo sientes? Pues cómo la siento. Imagínate tú que tú coges y te pones las manos así. ¿Sabes? Pues más o menos eso, sentir la oscuridad. En la openingssequence van mijn film zegt mijn hoofdpersoon dat het verschil tussen zien en niet zien, dat twee werelden zijn en dat er eigenlijk dus een tussenruimte is. Tussen het zien en het blind zijn, daar is een ruimte die wij helemaal niet kennen. Ik geloof dat dat zo is. Ik geloof dat dat zo is. Antonio, estás en pleno calle. Ay, wow. Ben los pasos. Toen ik hem leerde kennen, zag ik onmiddellijk dat het een heel onaangepaste man was. In de goede zin van het woord. Hij lapt de regels aan zijn laars. Zijn gedrag is onaangepast. En er is natuurlijk een fantastische paradox dat hij een legionair was. Dus iemand die mensen doodde. En hij nu eigenlijk het enige personage in de film is die eigenlijk helemaal conform zijn blindheid leeft in de film. Hij zegt ook, de blindheid heeft me tot een nobele mens gemaakt. Pues más noble en el sentido ese, que como no veo para hacer cosas malas, ¿sabes? Pues me resigno y digo, bueno, pues y entonces pues eso me ayuda a ser mejor. Terwijl je bij de andere personages toch een soort, soms een soort woede en een soort een existentiële onvrede voelt met dat ze iets wezenlijks zijn kwijtgeraakt, wat ze ook nooit meer terug zullen krijgen. Si me gustaría poder ver. Si me gustaría. Más que nada para saber lo que se siente, cómo es el mundo y qué he perdido o qué he ganado. Wat is het om niet meer de zon te kunnen zien, om niet meer het prachtige zomerlandschap te zien of de winterlandschap. Nou, dat was genoeg stof om een film over te willen maken.